Maar in principe is zingen een verlengstuk van je spreekstem. En als je heel dicht bij die spreekstem blijft en gewoon het beste uit jou... Nou, wij hebben het ook wel eens geprobeerd. Mm-hmm. Geprobeerd, heel goed gezegd. Nou, dat gaat heel goed. Ik vind het heel raar dat je die beelden niet meer hebt, man. Ja, we hebben dat in een keer gefilmd. Want ik wilde eigenlijk voor een programma wat ik maakte Beaufort een uitdaging hebben die wat anders was dan iets fysieks. Maar uiteindelijk hebben we dat toch laten vallen met reden. Want het ging gewoon niet zo ontzettend. Nou, dat is helemaal niet waar. Maar het begint ermee met dat iedereen op het moment dat ik aan jou vraag ga zingen... Nou, jij kan volgens mij... Super goed zingen. Nou, weet je, hoe goed hij kan zingen, moet je even kijken hoe goed Dennis kan zingen. We zitten heel dicht bij je spreekstem. Als hij boos is, wel waarschijnlijk. Je zat net voor het refrein, hè? Ja. Dan wilde ik een hele mooie uithaal maken, maar... Nee, maar dit is natuurlijk een ander genre. Maar hoe begin je dan met iemand die het eigenlijk... Nou, je begint ermee met dat je het moet durven doen. En daar hebben wij ook een praatje over gehad. Van dat je in het begin heb je, nee, ik kan niet zingen. En dan is de eerste stap dat je gewoon geluid maakt. En een O doet, of een A. Let's do it. Let's do it. Nou, dan doen we O. Nee, dan moet je dus niet meteen zo van, dan ga nee, je nu zingen. Nee, ik dacht, ik geef deze aan de beurt. Ik krijg alleen blozen. Maar O. Ja, daar heb je hem al. Of je doet A. Ja. Gewoon klanken maken, verschillende klanken maken. En niet te veel denken, oké, ik moet nu klinken als dit of als dat. Dat gaat er vaak fout, hè? Dat we absoluut. Als kind doen we zingen, we tekenen, we dansen. Mijn meisje van 6 doet niet anders. En ineens wordt er gezegd, oh, jij kan dat goed. Ja. En dan denkt ze, oh, maar ik kan dat dus niet goed. En dan gaan we later denken, dit zijn de kunstenaars en wij zijn de gewone mensen. Ja. Dus wij gaan er maar niet meer zingen. Ja, en daar ben ik tegen. Ja, ik ook. Je moet ook blijven schrijven. Maar Suzanne, het is heel goed dat ik jou hier even over hoor. Oh, god. Ja, ik heb ook iets van jou gevonden. Het is een soort too unlimited achter iets. Oh, we hebben alleen het geluid ervan. Gaan we even luisteren. Oh, ja. Oh, ben jij dit? Kylie Minogue. Ja. Ik vind het Ken je de tekst al? Dit was een superhit op de Filipijnen. Had het kunnen zijn. Maar dat klonk inderdaad hartstikke goed op het werk. Hartstikke klinkt een beetje als Kylie Minogue. Ik heb dat geen moment serieus genomen. Maar inderdaad, toen ik 17 was, toen was ik het blonde meisje naast de stoere, donkere kerel. En toen mocht ik in discotheken. En we hadden singletjes. En we waren de Veronica, hoe heet het ook weer? Alarmschijf. Oh, zo ver is het zelfs gekomen. Zo ver is het gewoon. Maar toen stopte het ook abrupt. En dat is maar goed ook voor iedereen.